Namaste, lief mens. Welkom bij de gechannelde boodschap voor de komende tijd, 7 tot 13 december 2020, met als thema Open jezelf en wees getuige van wat er gebeurt. Ik ben Christel. Via het leggen van orakelkaartjes stel ik me intuïtief open voor het lezen van energie. Al wordt er verwezen naar een tijdsgegeven, energie is vloeiend. Laten we uitgaan van het juiste moment, voor datgene wat in ons leven naar ons toekomt. Als overkoepelende boodschap voor deze week verschijnt aartsengel Ganiël met de boodschap ontvankelijk zijn. Je bent op dit moment extra ontvankelijk voor allerlei energieën en emoties. Respecteer jezelf en je gevoelens. Er is een enorme sensitiviteit, gevoeligheid waar te nemen, dat ons terugbrengt naar het zich herinneren van de boodschap van vorige week. Ons leven kan op dit moment voelen als een wilde rivier. Een rivier met een buitengewone stroming, waardoor we in een mentaal, emotioneel, een ander vaarwater terechtkomen dan dat wat we gewoon zijn. Dit kan heel onwennig, heel oncomfortabel voelen, omdat we op de eerste plaats zelf weinig controle hebben over waar het ons heen leidt. We zijn met z'n allen onderhevig aan het ondergaan van iets, een overgeleverd zijn aan woelige, wilde, bruske veranderingen. Om zo goed mogelijk voor onszelf te zorgen in deze periode, zijn we gevraagd om zoveel mogelijk los te laten, onszelf over te geven, zodat dit proces zich zo vlotjes mogelijk in ons leven kan voltrekken. Het is een spoorwisseling, een geuse ingrijpende levensverandering, die binnen ons leven plaatsvindt. Op dit moment zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen, waardoor het heel moeilijk kan zijn om een zekere balans, matigheid te bewaren. Alles lijkt heel snel te gaan. Er is dan ook heel weinig tijd om echt na te denken over wat ons overkomt. En dit kan nu wel eens echt datgene zijn wat we nodig hebben. We hoeven niet te veel denken over wat ons overkomt, maar het gewoon laten gebeuren binnen onszelf. Dit draagt bij tot het creëren van de zo noodzakelijke opening, ruimte om alles te laten gebeuren. Ook al kan dit heel ongemakkelijk voelen voor onszelf, we horen ons niet te veel zorgen te maken, enkel mee te gaan met deze bijzondere flow in ons leven. We hebben onze reddingsvest aan. We waren gewaarschuwd dat dit zou komen. Nu zijn we overgeleverd aan de levenskracht van deze krachtige stroom in ons leven. Maak je niet te veel zorgen. Respecteer wat je voelt, wat jou overkomt. Erken wat er gebeurt in je leven. Wees getuige, observeer. Naast het getuige zijn, observeren en vertrouwen hebben in het proces, kun je echt niet veel meer doen. Als we kijken naar de orakelkaart voor maandag en dinsdag, verschijnt aartsengel Raphaël met de boodschap gezonde levensstijl. Eet gezond, slaap goed en beweeg voldoende voor een optimale gezondheid. Wees flexibel, wees soepel. Zorg goed voor jezelf tijdens deze krachtige tijd, vol turbulente veranderingen. Dit alles is nodig om ons te leiden naar een gloednieuw begin in ons leven. Een totale ommekeer vindt plaats, dat van een ieder van ons een sprong in geloof vraagt. Deze veranderingen maken deel uit
van het verwezenlijken van onze dromen, onze diepste verlangens. Hoe moeilijk dit ook kan wezen voor ons om dit in dit licht te kunnen begrijpen. Er wacht ons een nieuwe manier van zijn, een nieuwe manier van leven. We ondergaan een collectieve wedergeboorte. Een volledig nieuwe cyclus ligt op ons te wachten. Vernieuwing door geen menige verandering. Als we zullen terugblikken, zullen we onszelf, ons leven niet meer herkennen. Het wordt gewoon anders. Voor woensdag en donderdag treedt aartsengel Raguel naar voren met de boodschap: harmonie in relaties. Wij, de engelen, openen het hart van iedereen in je omgeving. Er zal geen woordenstrijd of conflict meer zijn. Deze orakelkaart blijft zich herhalen en wil onze aandacht focussen op het doel. Het klinkt als een steeds terugkerende echo van de energetische boodschap: hartopener. Alles wat we doormaken wil ons hart openen. Het oude, vertrouwde wordt afgebroken. We zijn klaar om te reizen uit de puin en de brokstukken van onze diepste verwondingen, om te reizen vanuit de vlammen van het zuiverende vuur. Een loutering, een zuivering, een schoonmaakproces vindt plaats. We worden gekneed, opnieuw gevormd, naar het beeld van wat we oorspronkelijk bedoeld zijn te worden, te zijn. De herinnering van wie we zijn, wordt van onder het stof gehaald. Zodat we kunnen zien, horen, weten, voelen, leven wie we zijn. De diepe heling die we met z'n allen ondergaan, getuigt van het helder maken van de connectie die we gaandeweg uit het oog verloren zijn. Deze connectie wil ons te kennen geven hoe wij allen en hoe alles met elkaar in connectie staat. Hoe we gerelateerd zijn en hoe alles en iedereen elkaar beïnvloedt. Dit zal ons brengen tot massale heling, tot het groots ontwaken, een diep innerlijk weten en begrijpen, waardoor woordenstrijd of conflicten zich zullen gaan oplossen en ruimte zullen geven voor schoonheid en harmonie. Het kan voelen als een verlost worden uit een netelige situatie. Het zal ons de grootste vrijheid schenken. Een vrijheid die we nu misschien ons amper kunnen voorstellen. Vrijheid, eenheid, broeder- en zusterschap. Het resoneert volledig met het Aquarius-tijdperk waarin we ons bevinden. Naar het eind van de week toe verschijnt aartsengel Raziel met de boodschap: raadgeven. Je bent een geboren raadgever en heel veel mensen worden geholpen door jouw begeleiding en het feit dat jij ze geruststelt. We landen als het ware terug bij het begin, de overkoepelende boodschap van deze week. Het voelt alsof we een rondje maken om terug tot het punt te komen waar we begonnen zijn. Rondjes lopen, herhalen, integreren, eigen maken. We kunnen pas een goede raadgever zijn als we bereid zijn onszelf open te stellen. Zichzelf openen vindt plaats in een bereidheid om te luisteren, te horen naar wat er gezegd wordt. Het is iets tot zichzelf laten komen. Het brengt ons terug naar de relatie met onszelf, de relatie met onze oerbron. Staan we open om onszelf te laten leiden, te laten brengen naar onze werkelijke bestemming? Dit tonen van de weg, deze aanwijzingen, houden een belofte in, van een trouwe relatie,
van hun trouwe aanwezigheid in ons leven. Ik ben. Krachtige woorden vol leven, vol belofte, van zijn, aanwezig zijn, van zorg, hulp, troost, steun, opvang, moed, vertrouwen, alles wat we maar kunnen nodig hebben in ons leven. Het zijn woorden van vriendschap, van ware liefde, die ons omringen en ons ter herinnering gebracht worden. Het is de rivier, de stroom, die ons vanuit woelige wateren terug naar rustiger wateren wil brengen. Soms hoort de rivier zich van haar wildste kantje te laten zien, om haar grote kracht te openbaren. De raad dat ze ons geeft, uit zich in een daadwerkelijke tussenkomst. Dit mag ons geruststellen. Zien wij, ik ben. Zien wij hoe ons, ik ben, geworteld is in een veel groter, ik ben? Zien wij hoe we één groot geheel vormen? Ik ben openbaart zich doorheen ons eigen zijn. Ik ben is ten diepste wij zijn. Eenheid, een niet kunnen loslaten van een connectie die is. Lief mens, het kan zijn dat we het op dit moment heel lastig vinden om bij de pinken te blijven. Alert te zijn, gefocust te zijn midden alles wat ons gebeurt, omdat we al onze energie nodig hebben om goed te zorgen voor onszelf tijdens de vele veranderingen die we ondergaan. We kunnen dan ook het gevoel hebben dat we niet echt productief zijn en heel erg beperkt zijn in wat we willen doen. Wat als dit alles een belangrijk onderdeel uitmaakt van het diepgaand proces dat ons overkomt? Wat als deze periode de bedoeling geeft dat we onze focus richten op onszelf, ons wil aansporen om onze focus naar binnen te richten, in plaats van buiten onszelf? Wat als het een uitnodiging is voor ons allen om onszelf te openen, om te luisteren naar wat het ons vertellen wil? We kunnen slechts zoeken onszelf te openen, te luisteren naar de vele signalen in ons leven en pogen te begrijpen, zodat het ons doorheen dit alles mag leiden. Namaste.